Hou jij Lokaal Gelderland in de lucht? Ga naar lgld.nl/petjeaf. Het is op zich een goed plan, maar als het gewoon wat meer bekend zou worden gemaakt, gewoon, dan had ik nou weer niet gefietst. Oh, ik stond net te kijken waar kan ik mijn fiets even neerzetten, want ik wou hier een boodschap doen. Heel lastig. Ik kom af en toe uit Brummen een boodschap doen op de fiets. En als ik dan de hele stad door moet lopen, dan schiet het niet op met de tijd. Je mag hier rijden met fietsen, wist je dat? Is dat zo? Ja. Oh, oké, okay. Maar ik ben een bewoner, hè? Ja, maar die mogen ook niet. Okay. Ik weet het. Ja, er is er in het onder te doen. Ik denk, je fiets maar een stukje door. Ja, en je moet de fiets nou aan de rand neerzetten als je gaat winkelen. Als ik hier even wat halen moet, ja. Ga ik naar Albert Heijn. Je mag niet meer fietsen in de binnenstad. Oh. En als jij gaat winkelen, moet je je fiets aan de rand neerzetten. Wat vind je ervan? Wat vind ik ervan? Ik vind dat als het druk is, vind ik dat wel logisch. Maar zoals nu is er amper iemand. Ik vind dat je nu eigenlijk wel zo kunnen fietsen. Want ik zag daar een bord staan inderdaad, dat je daar de fiets kunt neerzetten. Ja, je mag hem niet meer neerzetten bij de winkels. Nee, speciale vakken nu. Ja. Vind ik wel een heel goed idee. Ja. Maar ik heb hem nog even meegenomen, want ik heb één boodschapje en dan fiets ik door naar Gorssel. Ik mag niet meer fietsen, hè? Ik ben aan het bellen. Dat weet je. Dus ik kan wel bellen. Fietsen mag niet. Wat een burgerij. Je vindt het een rare maatregel? Absoluut. Ik kom hier al jaren op vakantie. Ik vind het een leuke gemeente, maar nu wordt het minder. Zelfs met fietsen. We hebben geen CO2-uitstoot.